Hey, Max Kellner, vetlossexpert hier. En vandaag wil ik het met je hebben of dat witbrood en bruinbrood, of dat er aan verschillen zit. Is witbrood nou echt zoveel slechter dan bruinbrood? Dat antwoord zou je verbazen, want bruinbrood kan soms net zo slecht voor je zijn, of zo nutriëntloos, als witbrood. Veel mensen zeggen in witbrood zitten geen vezels, zitten weinig voedingsstoffen in. En op het algemeen klopt dat ook wel. Maar hoe bruiner het brood wil niet zeggen dat het brood per definitie gezonder is. Want door een bepaalde branding kan een brood ook een bruine kleur krijgen. Maar er zitten misschien nog steeds bijna geen voedingsstoffen in. Dus het belangrijkste is eigenlijk dat je naar volkoren brood gaat. Dus of meer granenbrood. Dus dat je zorgt dat de granen die in brood zijn, dat daar zo min mogelijk mee gebeurd is. Dat is denk ik het allerbelangrijkste om te kijken of brood echt gezond is. Want brood op zich is niet zo ongezond. Dat hangt er met name vanaf wat je erop doet. Als jij pindakaas hagelslag op je brood smeert, ja, dan gaat het hoge calorieën in. Maar als je gewoon gezond beleg op hebt, is brood prima. Maar denk dus niet dat hoe bruiner het brood, hoe gezonder het is. Het gaat met name om volkoren brood in plaats van de kleur van dat het brood heeft.